Dit is Trudo FM. Trudo FM. Locked Out of Heaven van Bruno Mars. En hier zijn twee dames, Locked Out of Heaven. Ja, zo is dat, Hendrik. Ze deden een jaar geleden mee aan het World Championship of Performing Arts. En ze hebben elkaar teruggevonden en ze hebben nog wel toekomstplannen samen. Ik ben heel nieuwsgierig wat dat allemaal gaat worden. Welkom hier in de studio, Katrien Paak en Lena Boel. Hi, hallo. Katrien, vertel eens even, wat is het World Championship of Performing Arts? Dat is het wereldkampioenschap voor entertainers en dat is doorgegaan in Hollywood. Voor ons is dat vorig jaar geweest in juli. En we hebben daar bij een aantal disciplines deelgenomen. Zowel Lena en ik hebben deelgenomen als een model, actrice en zangeres. Ja, en jullie hebben daar heel wat medailles. Je bent daar vorig jaar ook voor naar de studio gekomen. Je hebt heel wat medailles gewonnen. Je hebt het seizoen ook meegebracht. Er waren er heel veel. Ze wogen ook enorm zwaar, weet ik nog. Welke medailles heb je toen gewonnen? Vertel eens. Het waren 8 medailles in totaal. 5 voor zingen, 3... Nee, eentje voor spokesmodeling en 2 voor acteren. Dus er waren 5 zilveren en 3 bronzen medailles. Ja, toch wel heel wat voor een Limburgse en Belgische meid. Ja. Ja, hoe heeft dit jouw leven veranderd als je daar nu op terugkijkt, 1 jaar later? Ik heb toen besloten, eigenlijk voor ik deelnam, heb ik besloten om enkel en artistieke dingen te doen. En tot hiertoe is dat ook nog steeds zo. Dus dat heeft me echt geholpen om echt te kiezen waar ik echt voor wou gaan, zonder angst van oh, heb ik daar wel een toekomst bij en kan ik daar wel mijn brood op de plank mee krijgen enzovoort. Het heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven en het heeft me echt op het juiste pad gebracht van wat ik echt wil doen in het leven. En intussen ben ik ook bezig als actrice in een theater, in een muziektheater. En ik treed toch wel zo goed als elke dag op in de scholen. Dus dat is al heel leuk. Ja, inderdaad. Wel fijn als je daarmee je brood kan verdienen. Als je eigenlijk van je hobby je beroep kan maken. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja? Ja, je mag dat zo zeggen, ja. Ja. En je hebt ook iemand meegebracht. Je hebt er ook een vriendin aan overgehouden. Zeker. Een internationale gast, hè, hier bij ons op Trudo FM, want ze is niet van België. Welkom nog eens, Lena Boel. Van waar ben je precies? Ja, Katrien gaat even de vragen vertalen, omdat Lena van Duitsland, denk ik. Exactly, I'm from Germany. Zij gaat even de vragen voor de luisteraars vertalen. Yeah, so you can introduce yourself, Lena. Okay, so hi, I'm Lena, as you already know, and I'm from Germany, Bavaria to be exact. This is in the south, where the Oktoberfest comes from. And yeah, I'm an actress, I'm a rapper and performer, and I also dance. I also do a lot of artistic things. Yeah. And I will turn 18 in a couple of months. Ja, Lena komt dus uit Bavaria, dat is in Duitsland. Zij is een actrice, zij performt ook heel graag en zij, doet heel veel artistieke dingen. Ja, ze is heel artistiek, ja, absoluut. Ja, thanks for translating. En hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Want ja, jullie zijn wel vriendinnen, maar het lijkt mij toch niet zo makkelijk. Jullie hebben elkaar daar dan op dat championship leren kennen. Hoe goed kennen jullie elkaar ondertussen al? So how good do we know each other? Well, we know each other quite well now because we've been roommates in Los Angeles. So yeah, we stick together for a long time. And now we're roommates in Belgium as well because we live in the same house for like 2 weeks already. And yeah, we know each other quite well and it's so much fun together. Ja, inderdaad. Dus wij waren roommates in Hollywood en Los Angeles. We hebben daar toch 2 weken dezelfde hotelkamer gedeeld. Niet zo maar iets over 2 meiden die de badkamer veel nodig hebben en zo. En wij hebben heel veel contact met elkaar door internet, Skype-toestanden en zo. En nu wonen we ook gedurende 2 weken samen in voorbereiding voor ons optreden. En zo. Dus we kennen elkaar al vrij goed. Ja, ja, en valt dat goed mee, zo, dat samenhokken? Ja. Kent ze jouw mindere kantjes ook al, Katrien? Do you already know the parts of me that are not that nice? Well, I will probably better not answer that. Well, no. That was a joke. No, we're actually getting along very good. Like, yeah.
Ja, inderdaad. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. En ja, weet je, wanneer de ene is een beetje een minder moment heeft, dan gaan we elkaar een beetje opbeuren en zo. Dus ja, het gaat eigenlijk heel goed samen. Ja, we zijn een geweldig team. Ja, dat zie ik ook als ik jullie hier zo zie zitten. That. Een geweldig team, en dat is so true. Lena, in welke disciplines heb jij precies allemaal weer prijzen behaald? The disciplines? Yes. Yes, I went for acting and I won a scholarship for acting for an acting school in New York. I also went for song and dance, which is a very fun category because you get to sing and dance on stage. I got a silver medal for that. I went for 3 modeling categories. I got 3 bronze medals. And I went for rap and I got the gold medal. Yeah. Thank you very much. Ja, vertaal het nog eens even. In welke disciplines blonk zij uit? Ja, Lena heeft medailles gewonnen voor zang en dans. Dus dat je eigenlijk zingt terwijl je danst. Ze heeft voor modeling 3 bronzen medailles gewonnen. En ze heeft een scholarship, dus een studiebeurs voor acteren gewonnen. En ze heeft goud gewonnen voor rappen. Dus dat is wel een enorme prestatie. Ja, een dame waar we zeker en vast nog veel van gaan horen, net als van jou, denk ik ook al, Katrien. Ja, ik hoop het wel. Ik ben er eigenlijk zeker van. Ze is heel getalenteerd. Dus dat is ook de reden dat ik heel graag met haar samenwerk. Dus, ja, begrijp ik wel natuurlijk. En morgen ook weer, morgen en zondag ook, denk ik, 2 belangrijke dagen hier voor Sint-Truiden, want je bent toch nog altijd in Sint-Truiden. Mm-hmm. Joy, jullie zullen daar ook samen optreden. Ja. Ja, hoe laat? Ja, we treden dus zaterdag en zondag op om 4:30. Dus allemaal naar daar komen, zou ik zeggen. Op zaterdag de kinderen, want de volwassenen mogen dan niet binnen. En op zondag kan iedereen zomaar komen kijken. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar Sint-Truiden, naar de Grote Markt, om 4:30. Zeker op post. Ja, en ik heb heel veel talenten gehoord juist, enorm veel. Wat gaan jullie doen? Heb je daar een keuze uit moeten maken voor zaterdag en zondag? Ja, het is zo dat men gevraagd heeft om het Joy Joy evenement een Braziliaans tintje te geven. Dus omdat Elena en ik echt wel op entertainers zijn, gaan we vooral zorgen voor entertainment. Dus ik ben dan degene die vooral het zingen op mij neemt. Zij gaat het rappen op zich nemen. En samen gaan we ook dansen. We gaan de kinderen laten meedansen, laten meezingen. We gaan echt wel voor de entertainment, voor gejuich, geklap zorgen. Dat iedereen in beweging is en dat de kindjes niet zomaar daar gaan staan kijken, maar ze echt wel kunnen meedoen, echt interactief. We gaan gewoon 100% onszelf geven. Ja. Ja, en die Braziliaanse tint, gaan jullie ook Braziliaanse rokjes aandoen? Of hoe moet ik me dat gaan voorstellen? Well, he is very curious about the dresses or the clothes we're gonna wear. So we're gonna wear something very colorful and Brazilian. Yes. Dus misschien toch wel rokjes? Het zijn eigenlijk kleedjes. Wel, we zullen moeten afwachten tot morgen. Ik merk dat de dames geen primeurs gaan vrijgeven. Ja. Omdat jullie toch, maar jullie zullen niet alleen gaan rappen, want jullie zijn hier ook om jullie nieuwe groep voor te stellen. Ik merk heel veel enthousiasme. En ja, vertel daar eens iets over. Welke groep hebben jullie opgericht? Ja, so he is asking about the group that we have. Kena. Yes, indeed. Ja, onze naam is Kena. Dat komt oorspronkelijk van onze naam. Ik ben Katrien en zij is Lena. Dus samen is dat Kena. And the funny thing is, that means greatest champions. We googled it and we've been immediately like, yes, this is our name. Like, yes. We have to call our duo Kena. Yes. Het betekent eigenlijk greatest champions, dus grootste kampioenen. En omdat we toch vele medailles hebben gewonnen, vonden we dat het wel echt heel goed paste bij ons. Dus Kena heeft ook wel een hele leuke verklaring. Dus past heel goed bij ons. Ja, en jullie gaan dan zingen. Uiteraard. Ja, ze zingen. Ik denk dan aan eigen nummers. Ik denk dan misschien aan covers. Ik weet het niet. Welk repertoire gaan jullie brengen? We gaan voornamelijk covers brengen. Een aantal zijn ook zeer Braziliaans getint natuurlijk. En je maakt me wel echt nieuwsgierig, Katrien. Ja, we kunnen toch nog niet zoveel zeggen. We kunnen straks misschien wel nog iets meer vertellen. Maar belangrijk is wel dat Lena een primeur gaat brengen van haar eigen song. Dus zij heeft ook zelf eentje geschreven. Yeah, my song is called This Girl, and I'm so happy and looking forward to performing it with Katrien, because it's gonna be so much fun. You can also find This Girl on iTunes.
You just have to type in This Girl by Lena B, because Lena B is my artist's name, and there you can listen to it. But you can also just come to Chaicha tomorrow and listen to This Girl. Yeah, live. Okay. Yes, live for the very first time. Ja, inderdaad. Dus ze is heel enthousiast, zoals je kon zien en horen, om samen met mij This Girl te brengen morgen op het podium. Dus ja, dat wordt sowieso een feestje. En we krijgen vanavond hier op Trudeau FM ook al een kleine primeur? Ja, ik denk het wel. Of misschien van een ander stukje, of misschien van This Girl kunnen... We moeten eens even overleggen, denk ik. Ja, jullie gaan optreden, jullie gaan zingen. Ik merk heel veel enthousiasme. Voor welk publiek gaan jullie optreden? Wel, op welk publiek richten jullie zich? Zijn dat de festivalgangers? Zijn dat... Mm-hmm. Het is zo, Lena gaat studeren. Zij gaat, she's gonna study for acting in Munich. Munich. In Munich. Dus in München gaat zij studeren. En ik ben ook aan het werken in het theater. Maar we gaan... In de vakanties zijn we wel altijd vrij. Dus we gaan eigenlijk evenementen zoeken die in de vakanties doorgaan. En natuurlijk ook in de grote vakantie, in de zomervakantie. Dus daar willen we ons vooral richten op de festivals, op evenementen die met kinderen verbonden zijn. En enige andere dingen waar we als entertainers kunnen optreden. Want dan is Van Joy natuurlijk ideaal. Ja. Ideaal, gewoonweg. Ja, absoluut. Het is ook de eerste keer dat we samen gaan optreden. En we kijken er heel hard naar uit, want het is echt precies iets voor ons. Ja, zenuwen voor morgen? Are you nervous for tomorrow? Well, I wouldn't say nervous. I'd say excited. Yeah, that's a good answer. Yeah. Ja, en jij bent dan van Duitsland. Hoe verloopt het contact met jullie? Hoe houden jullie contact? Want ja, jullie kunnen natuurlijk niet altijd samen zijn. Ze woont hier ook niet. Mm-hmm. Nu tijdelijk wel, uiteraard. Maar hoe verloopt dat contact? Well, we've been keeping in touch using Skype, WhatsApp, Facebook, all that kind of stuff. Which is really useful because, you know, we can't meet all the time. But we did meet actually one time in Cologne. Yes. Yeah, so that was cool after not seeing each other for 6 months. Yeah. Mm-hmm. But other than that, we just keep in touch using the internet. De sociale media. Het is inderdaad. Het is natuurlijk onvermijdelijk in deze tijden. Mm-hmm. Inderdaad. Katrien, je zei net dat je ook covers ging brengen. Kan je daar al iets meer over vertellen? Heb je al nummers in gedachten die jullie zullen brengen? En zijn er al optredens in het verschiet, buiten dan Joy Joy, waar jullie morgen zullen optreden? Ja, onze playlist ligt natuurlijk helemaal vast. Ook omdat we gaan dansen, liggen onze choreografieën ook al vast. We hebben keihard geoefend. En voor de rest, we hebben eigenlijk de groep nu pas opgericht. Dus we zijn nog helemaal aan het begin van alles wat er moet gebeuren. Maar dus optredens, ja, we hopen natuurlijk dat mensen ons gaan contacteren voor optredens. Jullie kunnen al informatie vinden op Facebook. We hebben een Facebookpagina gemaakt. We hebben ook postcards laten maken. Die kan je eigenlijk hier zien. Ja? Die gaan we morgen ook uitdelen aan de kinderen. Je kan ons vinden op Twitter. Je kan ons vinden op SoundCloud. We gaan ook nog een YouTube-channel maken en zo. Dus, we hebben ook al een website. www.kena-music.com. Dus daar kan je ook al heel veel informatie vinden. Ja, en jullie zijn ook heel visueel. Hè? Jullie zijn echt wel mee met de tijd. Jullie werken met blogs, heb ik dat goed begrepen? Ja, het zijn videoblogs, dus vlogs in het kort genoemd. En ja, daar zijn we ook mee bezig tijdens ons avontuur hier deze 2 weken. Maar dat hebben we ook in Hollywood gedaan. Dus we're gonna work with vlogs, hey? Yeah, we're just filming everything we do because everything is such an adventure. Yeah, and it's always a lot of fun. Ja, ik hoor jullie filmen alles wat jullie doen. Ik zie daar dan een beetje Big Brother in. Klopt dat ook? Van je staat morgens op en de camera gaat aan en we kunnen alles volgen. Of zijn er toch beperkingen? Is it a bit like Big Brother? Like they can see everything? Well, no, not exactly like Big Brother. Wat zullen we zien op die vlogs? What are they gonna see on the vlogs? They're gonna see Kena. How it all happened. Like, they're gonna see how we prepare for the performances because we have to rehearse, you know, dancing and singing, rapping. Makeup as well. We've been filming how we put up our makeup. Yeah, that's true. Een blik achter de schermen. Ja, toch wel. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn een beetje workaholics. Dus je gaat ons vooral aan het werk zien, eigenlijk. Ja. Ja, en vertel nog eens even...
Ja, wanneer kunnen we die vlogs bekijken? Staan die nu al online? Nee, die staan nog niet online. Lena die vertrekt volgende week woensdag terug naar Bavaria, naar Duitsland. En zij gaat de editing van de vlogs op zich nemen. Because you're really good at editing the vlogs. Thanks, and to put music on it. And you know, these little texts and everything. Dus zij gaat dat vooral op zich nemen. Dus we gaan zo geleidelijk aan telkens een vlog laten zien. Om het avontuur ook wel te kunnen blijven... Ja, verder zetten. We're thinking of publishing a new vlog every week. Or maybe 2 vlogs per week. We'll have to see how it works out. Yes. Wel, we kijken er naar uit. En nog even zeggen, wij zijn morgen ook op Joy bij Trudeau FM. We gaan even een afspraak maken. Kan je even na het optreden even tot bij ons komen voor een korte toelichting aan de microfoon, hoe jullie het gevonden hebben. Want dat is natuurlijk ook wel altijd heel leuk. Een babbel after het optreden. Oké, ik vind dat een superleuk voorstel. He is suggesting that we, after the performance tomorrow, mm-hmm. we go to Trudeau FM, because they will be there too. Oh, okay. And they are very curious about how we felt about our performance. So we can have a little chat there too and tell them how we feel after the show. Sure, let's do that. Dat is dus een afspraak die we bij deze gemaakt hebben. Catherine en Lena, niet alleen Sint-Truiden, maar ook heel België leeft mee met de voetbal. De voetbalroes, zo mogen we het wel noemen. Ja, inderdaad. Volgen jullie het voetbal ook op de voet? Well, we are following football right now, hey? Oh, yes. We've been to the public viewing already. Like the second game of Belgium, I think it was the second match. Mm-hmm. And they won. Oh, that's also one thing that we will show on our vlogs. Like the public viewing. Ja, we zijn dus naar de Grote Markt geweest hier in Sint-Truiden. En op het moment dat zij ook aan het filmen was, hebben ze de goal gemaakt. Dus we hebben dat wel gepost op onze pagina. Dus daar kan je eigenlijk dat stukje al bekijken. Ja, waar ze gewonnen hebben. Dus dat was echt wel geweldig. Dus we volgen het wel op de voet. En ja, we zijn eigenlijk mee in die roes. Ja, maar dan wil ik toch nog even vragen. Zij is van Duitsland, ja. Jij bent van België. Jullie zijn hele goede vriendinnen, daar twijfel ik niet aan. Maar is op dat gebied toch een beetje concurrentie? Well, as long as they're not playing against each other. Because then I think it will be a little like, I want Germany to win, I want Belgium to win. Like girl yeah. fight. But yeah. Right now it's just like, I'm for Belgium and she's for Germany when Germany's playing, so. En volgen jullie de Belgische spelers ook op de voet? Want er is enorm veel over te doen. Wie is jullie favoriet? Who is your favorite football player? Oh, my favorite football player. Oh, you shouldn't ask me because I don't know a lot about football. Well, she likes the one with the curls. Oh, yes, the one from the Red Devils. Like the, yeah. Filiani. Yeah, what's his name again? Filiani. Ah, exactly. That one. Hij heeft natuurlijk ook nog hetzelfde. Heeft ook enorme krullen. Wat is jullie verdere pronostiek? Ja, want we blijven toch nog even over het voetbal doorgaan. Ze gaan nu naar de 8e finales. Gaan ze naar de kwartfinales? Ja, tuurlijk. Of course. Voilà, dat is heel duidelijk. They're gonna win the world championship. En staan jullie dinsdag ook op de markt om te supporteren? Yes. We will be in Sint-Truiden Tuesday when the next match will be. Oh, yes. And we're we'll also going to the performance of the Romeos. Wel, misschien niet helemaal voor de voetbal, maar die Romeos, ja, die mogen er ook wel zijn, natuurlijk. Dus wie Kena aan het werk wil zien, morgen op Joy, zondag op Joy, of gewoon dinsdag op de markt, je loopt zeker en vast wel tegen het lijf, de twee lieve en mooie dames. Jullie gaan nu ook een klein stukje brengen, een live stukje. Wat zullen jullie brengen? Well, it's the first song that we decided... why am I speaking English now? No, we call this language confusion. Yeah. We have it all the time. Dus het is het eerste liedje wat we gekozen hebben op onze playlist. En dat gaan we vanavond brengen. It's a very awesome song. It's called Everything is awesome. En als ik het even goed begrijp... Lena gaat rappen, jij gaat zingen, klopt dat? Ja, dat klopt. En zal dat ook morgen te horen zijn, dat nummer? Ja, dat zal morgen ook te horen zijn. Wel, wij kijken er naar uit. Wij danken jullie voor dit interview en we gaan nu luisteren naar dat rapnummer. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik ga mij een beetje aan de kant schuiven en ik ga al de aandacht aan jullie geven. Catherine en Lena. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome. When you live in your dream. Blue
sky, bouncy springs. We just named two awesome things. A Nobel Prize, a piece of string. You know what's awesome? Everything. Dogs and fleas, allergies, a book of Greek antiquities. Brand new pants, a very old vest. Awesome items are the best. Trees. And frogs. And clocks. They're awesome. Rocks. And clocks. And socks. They're awesome. Figs. And jigs. And twigs. That's awesome. Everything you see or think or say is awesome. Ja, ik zag toch een beetje andere dames dan juist tijdens het interview. Dankjewel voor deze performance. Dankjewel. Dit is Trudo FM. Trudo FM.